Oké, okay, ondertussen ben ik er dus achter gekomen dat deze Minolta lenzen niet allemaal zonder meer werken met die adapter die ik gekocht heb. Op zich werkt de lens wel, maar vooral het diafragma, je ziet daar het diafragma, um, blijkt dat dat diafragma niet versteld werd. Dus typisch als ik deze vol open zet, 1.7, dan zie je die lens volledig open. En als ik dan stap per stap het diafragma dicht draai, zie je dat diafragma ook dicht gaat in mijn lens. Maar euh, als die lens gemonteerd is op de adapter, ik, meedelijk zeg, ik weet ook niet zeker wat een Roxen of dat het juiste merk is. Of dat Camdiox het juiste merk is. Misschien kunnen we iets zien op de adapter zelf. Maar zullen even snel die adapter erbij halen. Dus ik heb dat ontdekt terwijl ik de camera aan het gebruiken was. Ik heb dat gefilmd ook in, in Kortrijk. Als ik in Kortrijk op stap was. Dan dacht ik wel dat ik mijn, uh, mijn lens dicht draaide en ik kon ook effectief die ring wel verplaatsen. Maar op zich bleef de lens volledig open staan. Gelukkig heb ik op die camera dus uh, een elektronische sluiter waarmee dat hele hoge sluitertijden van meer dan de maximum van de mechanische is. Een 4000ste, maar dus met die elektronische kun je nog veel hogere sluitertijden, snellere sluitertijden bekomen. Dus dat heeft me dan op dat moment een beetje gered, maar ja, je zit wel met de moeilijkheid dat je dan zeker met een 1.7 lens 15 mm moet je dan echt goed kunnen scherpstellen. Dus er zijn wel een paar foto's niet scherp. Ik heb toen ook ontdekt trouwens dat als je die lens niet helemaal correct op de adapter plaatst, dus de bedoeling is dat je deze rode bol met deze rode stip uitlijnt. Ik heb toen ook ontdekt dat als je dat niet correct doet, dat je eigenlijk je lens vastdraait en dat het heel moeilijk is om die lens terug te krijgen. Als ik nu even, dus nu is die lens daar volledig op bevestigd. Ja, dit gaat natuurlijk ook op de Fujifilm, maar dat heb ik niet nodig. En je ziet al meteen dat, ondanks dat mijn diafragma-ring hier op. laten we hem volledig dichtdraaien bijvoorbeeld. Als we hem op uh, opening 22 zetten, ondanks dat is de lens wel volledig open. En dan blijkt te komen doordat kijk, nu is hem terug dicht gegaan diafragma zoals hij ziet. Maar eigenlijk als je hier zit een pin op, en als die pin zoals wat hij hier ziet, als die pin ergens achter blijft haken, dan zal dat uw diafragma die het gebeuren terug open zetten. En dat is eigenlijk hoe dat die uh, Minota reflexcamera's ook werken. Die gaan eigenlijk, zolang dat je geen foto maakt, maar dat je gewoon de compositie bepaalt en dergelijke meer, wordt die lens volledig open geforceerd. Dus ondanks dat je nu bijvoorbeeld een klein diafragma kiest, wordt die lens toch volledig open geforceerd. Zodat je veel licht binnenkrijgt en zodat je gemakkelijk kunt scherp staan en goed kunt kijken door de zoeker. Want het licht in de zoeker komt echt door die lens. En pas als je de foto maakt, op het moment dat de sluiter afgaat, wordt die pin gelost. Kom je op het uiteindelijk diafragma terecht en als de foto dan gemaakt is, Wordt dat terug opengezet om goed te kunnen kijken door je zoeker? Als je dat minder drastisch laat zien, met bijvoorbeeld F8, had ik ook al een kleine opening, dan zie dus nu staat F8 op, maar zolang die lens gemonteerd is, zal dat volledig open blijven en pas op het moment dat je de foto maakt, wordt dat dicht gedaan en terug opengezet. Dus blijkt dat, euh, ja. Ofwel hebben ze daar geen rekening mee gehouden bij het ontwerpen van deze adapter. Kunnen we een merk zien trouwens? Nee, ik zie geen merkanduiding. Dus Roxen of Candiox. Maar ze hebben daar dus waarschijnlijk geen rekening mee gehouden. En uh, wat mij vooral, wat, wat ik dan het volgende wat ik dacht was dan uiteindelijk: oké, okay, maar hoe zit dat dan met die 135 mm lens die ik samen met die adapter gekocht heb? Want daarmee ik ben zeker dat ik daarmee, dat is deze. Dat ik daarmee wel mijn diafragma kon veranderen, heeft hij dan bijvoorbeeld dat pinnetje niet, maar dat zou betekenen dat die lens dan niet werkt op, um, op mijn Nota-camera. Is dat zo vreemd? Zijn. Dus pak het F8 bijvoorbeeld. Ja, dan zie je dat hij dicht zit. Zit er hier een pin? Ja, en dan blijkt: kijk, hier zit zo'n pin die juist hetzelfde doet: diafragma volledig open forceren en pas dicht zetten als je de foto maakt. Maar zoals je ook kunt zien is die pin wel volledig, en dat is ook waarom dat dat hier zo wit ziet of, of metaal, die metaalkleur heeft in plaats van zwart, want de pinnen zijn heel, is zwart maar die is duidelijk afgezaagd. Dus ik heb eigenlijk een um, vermengde lens gekocht, samen met een adapter. Nu, ik heb niet zoveel zin om al mijn lenzen meteen te gaan verminken, want ik zou die lenzen ook graag nog gebruiken met mijn voetje. Nee, niet met mijn Fujifilm, maar ook met mijn voetje Maar met mijn uh, Minota camera's. Ik heb deze lens wel dubbel, dus het is wel een kans hebben om als er echt geen andere mogelijkheden zijn, om die toch ook te gaan vermengen zoals deze vermengd is. Maar ik heb eigenlijk meer zin om die vijfjes open te draaien. En te zien of dit pennetje iets is wat ik daar gewoon kan uithalen zonder die lens stuk te maken.